Op het circuit van Hockenheim in Duitsland verschenen onlangs de 25 finalisten van een Europese zuinigheidswedstrijd voor motorvoertuigen. Iedere deelnemer had slechts 15 kubieke centimeter brandstof ter beschikking, ongeveer een zestigste van een liter. Op de kracht van hun kleine eigenbouwmotortjes vertrokken de voertuigen de een na de ander. Om de weerstand te verkleinen reed één deelnemer slechts gekleed in een zwembroek. Het ging erom wie met een paar druppels brandstof de grootste afstand wist af te leggen. Daarna werd omgerekend hoeveel kilometers op 1 liter gereden zouden zijn. De winnaar haalde op dieselolie en in een gestroomlijnde driewieler een gemiddelde van 1 op 674. Er is dus wat energiebesparing betreft nog hoop voor de toekomst.